zijn op de première van de eerste film over games, Game On. Vertel, waar gaat de film over? De film gaat over een hele grote groep gamers en ik. We moeten allemaal missies doen om de wereld te redden. Jullie zijn hier allebei elkaar voor een belangrijke missie. AI heeft de game al overgenomen en verandert in een game. Hoe was het om in de film te spelen? Leuk. Ik vind het altijd heel anders dan vloggen natuurlijk. Want dat is echt gewoon tik, 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 tik. Hoppakee, spontaan en gelijk iets erop zetten. En filmen is gewoon... Een filmmaker is compleet anders. Een hele ervaring, want ik heb dat nog nooit gedaan. Dus het was mijn eerste keer acteren, dus dat was heel leuk. Hoe is dat zo tussen de influencers? Nou, hoe is het zo tussen de jeugd? Ik voelde mij soms wel oud. Kende je iemand? Van de influencers? Nee. Ze waren wel heel aardig. In het echt zijn influencers gewoon heel aardig. Je hebt natuurlijk vooroordelen over iedereen. En dan denk je, oké, die is misschien arrogant. Of daar gaat niet heel goed mee klikken. Wie viel je mee? Ja, toch wel Gio, denk ik. Ja, ik had... Zulke vooroordelen? Ja, niet zulke vooroordelen, maar ik had niet gedacht dat het zo goed zou matchen tussen ons. Had hij wat tips nodig van je? Jawel, af en toe heb ik hem wel wat geholpen inderdaad. Kijk, ze deden het allemaal ook een beetje voor het eerst, dat film maken. En dat merkte je soms wel, maar we hebben een hele leuke tijd gehad. En dat is belangrijk. Heb je ze veel tips kunnen geven? Ze namen niks van mij aan. En ik stond alleen maar, ga naar binnen en doe die boog. En dat deden ze allemaal niet. Waarom hebben ze je eigenlijk gevraagd voor deze film? Waarom ben ik gevraagd voor deze film? Ik vanwege mijn humor, vanwege gekkigheid. En ik heb al vaker in films meegedaan, voornamelijk van mezelf. Ik ben heel zenuwachtig om mezelf op zo'n enorm doek te zien, vooral. De allereerste film over games. Hebben we die film nodig? Nou ja, ik denk het wel, want zo'n film maakt wel gamen wat toegankelijker, want het is een film voor jong en oud. Vooral voor ouders als ze meegaan naar de film, dat het ook een positief iets kan zijn, gamen. Omdat ik vind nog steeds van mening dat heel veel mensen een negatief ding ervaren. En ik denk dat deze film wel positief iets in kan brengen in de gamewereld vooral. Namelijk dat je de wereld kan redden. Precies. Ja. Heb je al stukjes gezien? Alleen de trailer. Echt, ik heb voor de rest nog helemaal niks gezien. Dus ik ben benieuwd, want er zitten heel veel special effects in. En die kunnen het echt maken of kraken, dat is een beetje het ding. Heb je toevallig ook de video van Egbert gezien over die trailer? Nee, dat nog niet. Moet ik die gaan kijken? Dat je als scenarist zegt, oké, we gaan een film maken over games. Wat gaan we doen? De 8 beste gamers van de wereld moeten een kwaadaardige AI. Dat is echt letterlijk het eerste wat er in je opkomt ooit. Heb je toevallig de video van YouTuber Egbert gezien over de trailer? Die heb ik wel gezien, ja. Wat vond je ervan? Nou ja, zeg maar, ik vind Egbert zijn video's, sommige vind ik leuk, sommige niet. Maar ja, ik denk niet dat je het heel serieus moet nemen, het is meer als grapje. Kijk, er gaat een hoop fout in het begin, hè? Ik zie hem videogamen. Gamen. Is al. En rijk worden met gamen. Mom. Ze hebben hier dus een soort pauzescherm gegooid. Deze man is Fortnite aan het spelen. Zet even een pauzeschermpje aan. Dit soort dingen, kijk, ik kan er niet bij. Dan ga je dus een film maken over games. En dan weet je, mijn hoofddoelgroep hiervoor zijn videogamers. Wat kan je dan niet doen? Een pauzescherm in Fortnite bouwen. Dat is niet hoe het werkt. Een cruciale fout in de film. Oei. De hoofdrolspeler zet Fortnite op pauze. Ik ga weg. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat is wel heel erg. Ja, dat, nee. Ja, waarom ben ik hier nu eigenlijk? God, non nu, dat kan helemaal niet. Oké, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Ik heb Fortnite gespeeld, dus ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Nee, dat kan dus niet. Oh, nee, ja, dat is nu al een fout. Ja, vind ik een beetje een vreemde keuze, maar ja, blijkbaar is dat handig voor de scène. Geen idee, ja. Raar. Ja, dat is de... Dat is de magie van de filmwereld. Je kan alles doen en laten wat je zelf wil. Wat doet dat met jou als gamer? Dit doet echt heel veel pijn inderdaad. Maar wie liet dit door? Gio heeft zelf... Hij was vroeger Gameplay World Excel. Hoe is dit voorgekomen, deze fout? Jeffrey, durf je nog te komen? Ik voel me wel een beetje alsof ik op vijandig gebied ben vandaag. Vijandig territorium, ja. Maar ik durfde wel, ja. Ik kreeg na mijn video kreeg een appje van Dominique, de marketingman. Die zei, moest dat nou? Kijk jezelf op die kritiek? Op de kritiek op de film? Ja, bijvoorbeeld een filmpje van Egbert. Ja, volkomen terecht. Het is een Oscarfilm, dus je mag deze film heel kritisch bekijken. Dit moet geschreven zijn door iemand van 50 die denkt, weet je wat we gaan doen? We gaan de gamers aanspreken. Dat lijkt me echt vet. We hebben een hele nieuwe doelgroep gevonden, de gamers. Daar gaan we specifiek een film voor maken. Maar iedereen game tegenwoordig. Iedereen heeft games op zijn telefoon. Heel veel mensen hebben gewoon een console staan of zo'n Nintendo Switch of zo. Gamers is niet echt meer een doelgroep of zo. Dus om zo keihard te zeggen, de film heet Game On. Hij is alleen maar met gamers. Kawaii, we gaan Lisa dit laten doen. Dat mensen voelen gewoon van, oké, dit klopt niet helemaal met wat onze beleving is van gamen. Ik ben echt heel benieuwd. Maar gok is een beetje dat ze het best in de trailer gestopt hebben. En dat wat we nu gaan zien minder gaat zijn dan dat. Wat verwacht je van de film verder? Wat ik verwacht van de film? Is het erg om te zeggen dat ik niet superveel verwacht? Maar misschien kan het daardoor alleen maar beter zijn. Ik bedoel, de vorige Gio-film was een daverend succes.
een 1,8 op IMDb. Dus ja, hey, misschien wordt dit een 1,9. Ja, die is goud gegaan. Daar ben ik nog steeds wel trots op. Ondanks dat het niet de best geacteerde film was natuurlijk. Ja, daar wil ik ook gewoon eerlijk over zijn. Maar groot succes, ja, laat het hopen. Ging het acteren je beter af bij deze film? Nou ja, het was meer fijn dat ik gewoon wist hoe het ging, zeg maar. Project Geo was mijn allereerste filmset project helemaal, ook gewoon elke scène zat ik in, dus het was best wel zwaar. Dit was wel even chiller om te doen dan Project Geo. Game on.